Oké, Major Blues speel ik eigenlijk vanuit een G-toonladder, G-majeur. Dit is een standaard ladder. En je doet vooral minder. Dat is gewoon een G-toonladder. Wat ik eigenlijk doe, dan loop ik eigenlijk hier terug. Maar deze noot, die de vies-noot, of eigenlijk de wijsvinger hier, dus in deze vorm. In deze vorm sla ik deze noot over. Dus ik begin eigenlijk niet en dan ga ik hier naartoe. Hoort u, nee, eigenlijk niet. Maar ik doe het vaak, soms wel eens. Ja, als je deze noten wel bijeen krijgt, dat kan wel. Maar dan is het vaak een beetje een. Dan mis je een beetje een bepaald type karakter in die blues. Die je bij de pentatonische vorm, dus deze, de minor blues. Heb je die noten, die zijn weg. En hier laat ik dus eigenlijk deze noot weg en dan krijg ik dat karakter. En zo speel ik hem dan. Minor. Dus de major blues.